shit. Dan kan ik niet komen, jongens. Je moet eruit kijken. Want ik kan daar niet komen. Dus af. Hier voor de kast. Kijk maar. Wat doe ik dan met in de huis en de voeten? Voeten, mevrouw. Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag hebben we weer een aantal incidenten bij elkaar gezet. Dat klopt. We gaan jullie meenemen weer tijdens onze incidenten. Weer een paar mooie incidenten klaarstaan. Maar jongens, waar zijn wij? Want dit is een post die jullie nog niet eerder gezien hebben. Dus laat het even weten in de comments. Even benieuwd hoe goed jullie bekend zijn in onze regio. Ik weet niet, hè. Ja, we zijn uitgerukt voor een schuur in brand. Dat is in het buitengebied van Breda. Dus we moeten een behoorlijk eindje rijden. En deze schuur staat los van het huis. Dus dat wisten we al aan het pannendak. En voor de rest is nog niks bekend, dus we gaan even kijken. Ja, daar is iemand. Dat man heeft een slang daar. Shit, daar kan ik niet komen, jongens. Je moet eruit kijken. Ik kan daar niet komen. Nee, je kan er niet doorheen. Ja, ja, maar hier kan al een eind komen. Ik weet niet dik in takken zijn. Hé, hey, wat heb je daar binnen staan? Ik denk dat je hem ver uit hebt. Ja. Wat zit daar binnen? Ja, een paar vogels, een papegaai en... Oh ja, die zijn wel klaar, denk ik. Ja. Maar die grote deuren bedoel ik. De eigenaar, de bewoner, had inmiddels al een bluspoging gedaan en hij slaagde ook met de beregeningspomp van zijn tuin. En daar kwam behoorlijk wat water uit, dus dat ging goed. Voor iedereen die zijn eigen druk maakt over de papegaaien, die hebben het overleefd. De papegaaien hadden de mogelijkheid om naar binnen te gaan. Dat was afgesloten van die nacht. En zaten ze dus lekker in de buitenren en waren ze veilig voor de rook en het vuur. Ik kan verslangen een blikken van water geven. Ja, ja, dus er komt wel een buts water uit. Ja. Even kijken of je die open kan maken. Ja, even kijken of die hieronder nog zit. Ja, als we een rijpan en halve fietsen. Ja, met een laddertje even bovenop kijken. Ja, andere kant, die kant uit. Kom dan even naar Ronnie. Hij maakt de branden binnen. Waar dan? Stop. Ja, waar? Kijk, zie je? Ja, waar? Kijk, daar niet zo. Ik moet net naar buiten. Kom maar hier. Kan dat nou weer? Daar komt het op de lucht, jawel. Kan dat nou? Hij lag binnen de branden. Bij de kast. Bij de kast? Ja, hier zo. Meneer, herkent u die handdoek? Is dat jullie handdoek? Van deze merk. Ja, dat heeft niet zin, volgens mij wel. En je vrouw misschien wel. Spuit hem eens af. Ja, ja, maar. Volgens mij dan aan de grond, maar waar halen die vandaan nog hier? Hier zo bij hier voor de kast. Kijk maar. Wat doe ik dan dat in de huis en de schuur? Ja. Hier zo. Hier bij die vloedpot. Zo, wat verdorie. Ze is mee dingen bezig geweest om die tegel te poetsen. Hoe heet dat speel nou ook weer? Lijnolie. Ja, dat is er bij elkaar dood. Dan, dat met warmte en alles. Ja, heb je daar binnen ook een prop van liggen, gehad liggen? Dat zou ik niet. Deze, want die lijnolie die gaat zelf ontbranden. Dus na een ding om zelf te ontbranden. Okay. Dus als, bij elkaar, als je er bij elkaar drukt in een doek, dan gaat het ontbranden. Zit die vloer zit te poetsen met lijnolie. Ja, ja, ja. Lijnolie. En je ruikt het ook, die lijnolie ruikt het. Ja, aparte vloer, ja.
lijnolie is dus heel bekend, dat gebeurt vaak. Als je bij een levensgevaarlijk spul. Ja, ja, dat weten heel veel mensen niet. Als je bij een doek bij elkaar duwt, dan ontstaat het zelf een brand. En Dirk, er zou ergens ergens zou die lijnolie moeten staan, in die kast of zo, in die buurt. Daar is ergens die bus met lijnolie, even checken of daar geen doeken bij liggen. Dat is allemaal van die, dat is allemaal van de overtje, pottenbak ding. Een stalen constructie gewoon, zie je dat? Ja. Dit zal wel zijn voetbalwarmzaal. Ja, moet je zien hoe snel dat wijkt. Zie je dat? Wat is die buis van die? Dat is ook stalen buis, dat is een verbinding, maar moet je zien hoe snel die wijkt. Ja. Hier is hij al gelijk krom. Ik vond het dak ook niet zo heel stevig aan. Ja, tenminste niet, maar ja. Nee, het is allemaal OSB-platen. Misschien zijn eigenlijk al bijna door. De start? Ja, dat is nog niet. Dat is al kleur. Oh ja. Dat groeit nog een beetje. Oh nee. Zeg je? Van alles nog een feentje doorlopen en dan wat? Ja, ik denk dat hij al uit is. Kijk maar, dat komt dan nergens dat ik meer rook af. Je had hier al tegen aangespoten, ja. Daarin zeg maar. Ja, dan. En nu is bij de schaal eigenlijk die twee platen vervangen, een nieuwe deur erin en dan ben je eigenlijk een heel groot deel is al weg. Hè? Ja. En anders ben je gewoon heel de schuur kwijt, want dat gaat hard hoor. Ja. Geen schade hoor, Marco. Binnen is een bed. Daar is een persoon op het post opgevallen. Daarbij in haar lichaam gereden, die zit er nog wat diep in. En wil die is te plaatsen, die zoeken wel met spoed te plaatsen. Hij meegeluisterd een paspop, persoon op een paspop gevallen. En heeft nog mijn pin in zijn been geweest. Paspop, pas hoor. Ja, hij heeft paspop. En hij heeft de pin in zijn been en het bloeit hevig. Dus ja. Die messen, ja, ja. Ja, hey, tweede schroef is eruit. Ja. Eén schroefje nog. Daar, jammer. Hier wordt het, ja, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Alsof je heel lang in de houding hebt gezeten. Ja, deze ook. Ik zat bij een breakdown in pakken. Ja, dat komt goed. Alle schroeven zijn los. Ja? Ja, weet je. Ja, plaatjes los. Plaatjes weg. Hé, dan heel zeker. Oh, dit is een ding in Fusebaar. Ja. Nou, anders schuiven we dat op, dan kunnen we deze hier neerzetten. Dan, want die heli moet hier dadelijk die pin eruit gaan halen. Dus die heli. Ja, dus dan maken we even een operatieplekje van. Als we dit allemaal op gaan schuiven, kunnen we deze kant op. Nee, de jas wil zich erover houden. Ja, het doel van onze vlog is dat we het brandweerwerk laten zien. Dus vandaar dat we alle medische handelingen eruit hebben gehaald. En we in één keer skippen van even plek maken voor de ambulance en voor de heli. Tot aan dat we het slachtoffer gaan optillen en weer terug op elkaar gaan leggen. En naar het ziekenhuis laten vervoeren. Ja, ik vind het altijd wel zo netjes als brandweer om het plek des onheils even netjes op te ruimen. Ja, hier heeft de ambulance natuurlijk helemaal geen tijd voor, dus dat doen wij dan voor hun. En ik heb nog een ring gevonden, zag je. Die leveren we dan netjes in bij de politie. Dat doen we met alle eigendommen die we vinden van patiënten of slachtoffers in ons geval. Ja, dat plek maar gewoon, ja. Nou, ik kuif die kleren weg. Je ziet hier op dit display nog de pin liggen die er helemaal in zat. Dus dat is een behoorlijke pin. Dit is een andere pin van een andere paspop. Ja, de politie had gezegd tegen mij, als we als beschreven waren, dat we iets hadden laten staan. Maar het was net een stond er met dat glasplaatje en dat erin. En ik heb mijn collega gezegd van, joh, zou je de broek willen omkleden? En die mevrouw, ja, die hebben water die mevrouw die viel net. Ja. Precies daar, op die pin. Ja, ik ken hier niks aan doen, joh. Ik ken niks aan doen.
Wat ik zou doen, is, dat doen wij hebben dat ook, maar bij heftige incidenten doen we gewoon even met elkaar. Maar dat is nou natuurlijk de mogelijkheid, want hier blijft moet open blijven. Maar één vereniging is gewoon even mee naar achter en doe even met elkaar praten. Ja, kan ook, hè. Ik kan even, even de rust pakken. Ja, ik ga zeker kalm doen. Ik heb net de manager gesproken en ik verwacht niet van hem dat ik binnen acuut weer open moet. Nee, dus daarom. Ik zorg gewoon dat het weer even... Even alles weer netjes terug. Weet je, als alles weer terug staat, dan is het ook weer de situatie normaal. Dan voel je het weer als normaal. Succes en voor de rest van het weekend, fijn weekend in ieder geval. Doei, hè. Zo, even een momentje om jullie bij te praten. We zijn uitgerukt voor een brandindustrie bij de Amers Centraal in Gitwaardenberg. Er werd eigenlijk tijdens het aanrijden al direct door de meldkamer opgeschaald naar middelbrand. In verband met de onduidelijkheid wat er zou branden en op welke locatie. En er was vrij veel paniek op de lijn. Het is vandaag gelijk met twee tankhoudspuiten uitgerukt. Nou, achter mij in deze hal, daar wordt gewerkt met biomassa om energie op te wekken. En in een molen daar is brand ontstaan. Nou, het is dan belangrijk dat we heel veel slagkracht hebben, dus gelijk voldoende waterwinning hebben. En dan moeten we zoveel mogelijk luiken opentrekken, zoals jullie hebben kunnen zien, om te koelen. En te zorgen dat dat fijnmalige poeder, dat zoveel mogelijk gekoeld wordt en afgeblust wordt. En dat is een heel karwei, dus daar zijn we best wel een tijdje mee bezig. We zijn nu bezig met de nakontroles en dan hopen we zo te kunnen inpakken. En terug naar bed. We zijn weer aan het einde gekomen van deze incidentvideo. Dat klopt, wij hopen dat jullie het weer leuk vonden om met ons op pad te gaan. Laat in ieder geval even een duimpje achter en abonneer op ons YouTube kanaal. Nou, Rick, waarom ben je zo ver weg? Ja, omdat ik voor jou hier moest zitten, want dat was een leuk idee voor de outro. Haha, een mooie outro zeg. Maar we zijn dus in Post-Nout. Ja, volgens mij konden ze dat ook gewoon zien, want ik zag net dat dat op de zonneklep stond. Dus dat was een super goed idee. Op het gebouw.